Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Boven Duitsland zit veel bewolking, daar valt ook van tijd tot tijd regen, maar wij zitten een beetje aan de rand van dat gebied. Ook wij hebben veel wolkenvelden en er kan een licht miserbuitje vallen, maar droog weer overheerst. En heel af en toe breekt ook de zon door. Zoals je ziet, de temperaturen zijn behoorlijk omhoog gegaan. Alleen in Limburg is het nog fris. Daar wordt het vanmiddag 4 graden in de rest van het land zo'n 7 tot 10 graden. Verder in de loop van de dag vallen de kustregio's ook wat vaker zonneschijn a windkracht 4 tot 6, in het binnenland windkracht 3 à 4. Vanavond bereikt de zachtere lucht ook het zuiden van Limburg, dan loopt de temperatuur daar nog iets op, elders is het een graad of 8. Morgen trekt een zwakke storing van noord naar zuid, kan het even wat licht regenen en daarna breekt de zon vanuit het noorden vaker door. In het bewolkingsgebied is het nog zo'n 6 tot 10 graden, maar als de zon doorbreekt wordt het geleidelijk wat kouder. En in het weekend zet de daling van de temperatuur door. In de nachten gaat het opnieuw vriezen. En overdag wordt het dus ook kouder. Zondag maximaal van 3 à 4 graden. En ook na het weekend houden we het droog weer met flink wat zon. Maar s'nachts wel lichte tot matige vorst. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.